De president, vicepresident en enkele ministers hebben donderdag in het parlement afzonderlijk meegedeeld dat ze enorme schulden hebben overgenomen. Ook zijn er in de afgelopen maanden heel veel personen in dienst genomen. Volgens hun is de situatie veel erger dan werd vermoed. Minister van Financiën en Planning ad interim, Albert Ramdien, legde uit dat het gaat om 30 miljard SRD aan schulden. De coalitiefractie heeft in dat licht een motie ingediend waarin op de regering een dringend beroep is gedaan door te gaan met het onderzoek. Ook moeten er gepaste maatregelen worden getroffen om goederen en gelden terug te halen waar het onrechtmatig blijkt. De motie is aangenomen met 27 stemmen voor en 12 tegen. De BEP heeft voor stemming de zaal verlaten, omdat de fractie zich niet terug kon vinden in overwegingen. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat hij niet in de schoenen van de rechterlijke macht zal staan. Zaken die niet correct zijn, zullen door het vervolgingsapparaat aangepakt worden. Voorzitter, we hebben de motie ook onder ogen gehad. En ik kijk met name naar de besluiten. En in de eerste drie besluiten, zegt het parlement, gaat door met het toetsen van al de zaken en toetsen op hun rechtmatigheid, toetsen op hun behoorlijk bestuur. En dat is wat we aan het doen zijn. En dat had ik ook begrepen, dat van beide kanten dat gevraagd werd. Toets het. Dat doen wij. Tweede is namelijk, als je eenmaal getoetst hebt, en dan zal je op een gegeven moment moeten kiezen wat je met het resultaat doet. En dan ga je intern onderzoek kunnen instellen als het zaken zijn van bestuursrechtelijke aard. En als er zaken zijn van strafrechtelijke aard, en dat is wat het parlement vraagt, dan moet de procureur-generaal erbij gehaald worden. Wij zijn op dezelfde lijn als het parlement en met de motie voelen wij zeker de ondersteuning van het parlement. In de motie is ook voorgesteld een wettelijk en bestuurlijk kader te ontwikkelen ter regulering van de transitieperiode bij regeringswisseling. Dit moet ertoe leiden dat in het kader van behoorlijk bestuur de wisseling eerlijk, open en transparant kan plaatsvinden. Maar er is nog een voorstel, meneer voorzitter, en dat is dat vierde. En daarom wil ik dit aandacht vragen, waarbij er gevraagd wordt naar een wettelijk bestuurlijk kader ter regulering van de transitieperiode bij de regeringswisseling. Zodat in het kader van behoorlijk bestuur deze eerlijk, open en transparant kan plaatsvinden. En dat is wat ontbreekt. En dat is wat wij als regering gedaan hebben met de outgoing regering, overleg, omdat die wet er niet was. En ik denk dat er hier geen enkel verschil van mening kan zijn tussen oppositie en coalitie. Maar laat het wel zo zijn, meneer voorzitter. Dat als wij, zoals eerder hier voorgesteld, na 15 jaar de regering gaan verlaten, dat we wel een wet daar hebben die een goede transitie regelt. En namelijk dat er geen onduidelijkheid meer zal zijn over wat een regering mag en wat een regering niet mag in een demissionaire periode. En als laatste punt, dat vertrouwen dat is uitgesproken van de regering, wil ik het parlement bedanken voor dat gesteld vertrouwen in de regering. Dank u wel. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren in het parlement. DNA heeft middels een motie de regering toestemming gegeven om onrechtmatig verdwenen gelden en goederen terug te halen.